Hey jongens kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe server tool hier in Shadow World. En jongens, als eerste Happy Halloween! De Halloween is al wat ongeveer twee dagen geleden of zo. En ja, ik had niet echt tijd om of een Halloween adventure map te doen. Uh, ik had ook niet echt tijd om de server in Halloween stijl te maken. Ik had ook geen tijd om überhaupt een happy Halloween video voor jullie te maken. I am sorry, dudes. Maar ik had het echt druk met Assassin's Creed. En met GTA en al die leuke meuk. Maar uh, jongens, vandaag ga ik jullie nog wat uh, leuke dingetjes laten zien. En ik vind het zo raar. Ik heb nog wel redelijk wat mensen op de whitelist gezet, maar. Ik weet niet wat het is, maar ik zie gewoon geen nieuwe gebouwen uh, verschijnen. Dus jongens, als uh, jouw is, bent op de server, kom er gewoon eens op. Bouw eens een keer wat leuks. Zet het in de reacties dat je wat hebt gebouwd of zo. Misschien kun je de coördinaten erbij zetten. En dan is de kans enorm groot dat ik jou een uh, leuk dingetje ga laten zien in, uh, in Shadow World. En. Ah, ja. Oké, wel, dit is nieuw. Oké, okay, wel dit gaat dus kennelijk de koepel van Sandy worden. Oké, okay, eens kijken wat hij heeft gemaakt. Slash core inspect. Boom. Uh, oh, Boefie. Oh, Boefie is weer bezig geweest op de server. Slash core inspect. Inspect. Oké. Okay. Eens even zien. Wel, dat is dus uh, redelijk nieuw. Eens even kijken. Wat hebben wij nog meer? Oh ja. Ik ben trouwens nog bezig geweest met uh, de shop Meuk. Ik heb het uh, farmpje nou uh, helemaal klaar. Als het goed is. Ja, is nou helemaal klaar. Ik heb nog wat uh, dingen aan veranderd. maar Deze is nu uh, helemaal klaar en zo. Uh, dan ben ik bezig geweest met een uh, toren-design. Echt. Ik ben wel een uur bezig geweest. Om iets fatsoenlijks voor die toren te verzinnen. En dit is eruit gekomen. Het is niet helemaal klaar. Er moet nog een dakje worden opgebouwd. Maar um, ja, zo gaat dit uh, worden even kijken. En dan uh, moeten we nog even uh, die toren daar doen en zo. En ik zal even naar de uh, shop gaan. Want daar zijn we ook mee bezig geweest. Even kijken. Ik weet niet of ik jullie dit heb laten zien hoor. Maar we zijn bezig geweest met uh, wat koopmerk. Je kunt nog niks kopen in de shop. Moeten we nog doen. Uh, heb ik nog eigenlijk geen tijd voor gehad om te doen. Want ik moet dat zeg maar doen. Want ik weet waar alles moet en alles. Maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Maar we hebben, we hebben nou wel allemaal van die dingen hier en zo. En, um, dus daar zijn we al een heel eind mee. die moeten nog veel meer dingen... Um, ja, gedaan worden en zo. Ik denk dat ik jullie dit al heb laten zien. Maar, uh, ja, we zijn verder gegaan met die dingen. We hebben sowieso nog wat uh, meer van die meuk geplaatst. Dus uh, je kunt echt heel veel blokjes kopen. Je kunt uiteindelijk ook nog uh, eten en zo gaan kopen op de ja-markt. Uh, ik zal jullie even de locatie van de ja-markt gaan laten zien. Ik zal even dan even vliegen. Dat gaat wat sneller. Holy shit, wat is dit nou? Exit, oh, oké. Okay. Hé, hey, lalalala. Maar ik heb niet zo heel erg veel tijd gehad om bezig te zijn met de server. Ik vind het wel jammer, maar. Uh, uh, ja, het is er erg hectisch allemaal en zo. Dus even kijken. De jaarmarkt die gaat uh, uh, hier komen, hier zo. Uh, dit stukje, zeg maar. Zo, tot hier, tot dit. Dit wordt de jaarmarkt. Hier kun je uh, bijvoorbeeld uh, uh, spawn eggs kopen. Uh, je kunt hier uh, eten kopen. Uh, daar zeg maar gewoon alle farm merken zo. Komt ook een soort boerderijachtige sfeer. Nou, en dan waren dat zeg maar alle grote gebouwen. We gaan bij de week nog verder met die adventure map daar. Zo, dat wat zeg, uh, zeg maar de mob area. We willen een mob area gaan bouwen in de server. En ik denk dat uh, dat het gaat worden, zeg maar. Maar... Um... Ja, hier komt dus zeg maar een soort boerboerderij, zeg maar. En daar je komt um, um, met de... daar je farm kunt kopen. Misschien gaat er nog achter naar hier. Dat weten we nog niet. Ik denk het wel, zodat we uh, dit stuk niet bebouwd krijgen. Maar, um, ja, je komt nog wel hele fancy meuk en zo. En uh, fonteinen en... Het wordt wat, 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 wat best wel gaaf. En nou ja, dan zal ik jullie ook even laten zien waar je mag bouwen en zo. Eens even kijken. Um, je mag hier gewoon bouwen, zo. Dat is allemaal geen enkel probleem. Uh, veel mensen zeiden wel... Um, Ronald, waar mag ik bouwen? Uh, je mag overal bouwen. Zolang het maar niet bijvoorbeeld hier is. Hier moeten nog bomen komen, maar jongens, even eerlijk. Je gaat hier toch geen huis neerzetten. Maar hier bijvoorbeeld. Wees mijn gast. Ga hier maar bouwen. Ik heb eigenlijk geen idee wat hier nou is opgeblazen. Eigenlijk. What the fuck. What the fuck. shit gek gek. We hebben pijlen in mijn inventory. Wat zit hier? Een kip en alles. What the fuck? Volgens mij zit hier zo'n zombie spawner of zo, hè. Hier zit wat. Nou, nah, fuck it. Heel raar, man. Nou, nah, in ieder geval. Eh, jullie mogen overal pauzen, maar niet echt. We, laat ik het zo zeggen, bouw overal als het maar gewoon een beetje redelijk is. Hè? Want ik heb natuurlijk geen zin in, in, in allemaal rare dingen in mijn server. Bijvoorbeeld uh, hier een compleet flat gebouw. Of, 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 of nee, maar hier mag je gewoon bouwen en zo. En uh, hier zeg maar een beetje in de buurt dus het wel een beetje de area van Poetisville. Dus uh, ja, maar nou, hier mag je in principe gewoon bouwen en alles. Je mag gewoon overal bouwen, maar... Zolang het maar niet bijvoorbeeld hier is, of daar, of, nou ja, wees gewoon een beetje redelijk. Denk gewoon een beetje na voordat je ergens een huisje neer gaat zetten. Want, uh, nou ja, kom op. Het is wel zo van. Het moet wel een beetje redelijk zijn. Trouwens, jongens, uh, ik heb ook geprobeerd om Pixelmon te installeren op uh, de Shadow World server. Helaas is dat niet gelukt. Dus ik moet even kijken hoe we dat uh, precies moeten doen. Maar het lijkt me wel cool om uiteindelijk ook iets van een uh, uh, Pixelmon server te gaan hosten. Misschien uh, hetzelfde als dit, zeg maar. Als ik eenmaal. Um, uh, als, het, als Shadow Games wat groter wordt en zo. Dan uh, gaan we misschien ook nog wel wat fancy meuk doen met uh, Pixelmon hier in de server. Dat lijkt mij wel, wel erg leuk om te doen. Maar um, ja, er is niet echt nieuw shit bijgekomen. Um, ik moet trouwens iemand op de whitelist zetten. Ja. Slash whitelist. Bam! Wesley Server Game. Jij staat op de whitelist. Echt. Uh, ik kan maar één iemand per week adden. Dus, um, ja. Trouwens, jongens, um, nog even over Jordi. Hij neemt een kleine pauze met YouTube. Dus, Jordi is niet dood of zo. Hij uh, heeft zijn mic wel kapot. Maar, hij gaat gewoon een kleine pauze nemen met YouTube. Ik hoop natuurlijk dat hij terugkomt. Maar, dat is compleet aan, uh, aan hem. Dus, ja, ik kan er verder niks aan doen. Maar, eens even kijken. Uh, ik werk erg, erg, erg hard nog aan de server. Ook qua onderhoud en dus zo. Want, uh, doe ik nog steeds. Um, wat tuinierenbeuk gebeuren hier en daar. En ik moest nog wat van die lantaarnpalen afmaken. En ik ben hier wel mee bezig geweest. Ik heb niet echt stil gezeten, maar het is niet echt gigantisch. Want, nou ja, zoals dit gebouw, daar was ik alleen maar mee bezig. Maar ondertussen zijn er allemaal planten en bomen die allemaal weer zaten te vliegen. Dus die moest ik allemaal weer uh, kappen en zo. Daar zijn we nog bezig geweest met andere steden en alles. Weer wat ik eigenlijk eens even ga bekijken. Ik ga eens kijken. Uh, oh ja, trouwens, hier ben ik dus ook al mee bezig geweest. Met al die dingen en die info En dat is allemaal nog... Um, dingen wat er allemaal gedaan moet worden. Uh, eens even kijken. Is dat hier? Eraborg. Ja, ik ga eens even naar Eraborg. Want dit haat ik echt. Eens even kijken. Uh, is er nog wat nieuws in Eraborg gekomen eigenlijk? Uh, hier. Waar stit dit al de vorige keer? Oh, dit is wel fancy, man. Oh, dat gaat naar beneden ook nog. Oh, dat is nog niet klaar. Lol, eens Even kijken. Wat is hier boven dan? Trip, 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 trip. Oh, kijk eens aan. Uh, burgemeester. Oké okay dan. The fuck, wat is dat nou? Een Apple logo. My god, Johan. Jong, 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 En hier? Uh, private. Oké. Okay. Daar wil ik ook heen. Ik ben die verdomme owner. Ik mag, alles. Even kijken. Dat kan ik waarschijnlijk wel veranderen in de promotions en zodat ik ook in chests kan kijken van anderen. Maar dat ga ik niet doen, want nou ja, dat is een beetje te. Even kijken. Um, nou, in Erebor is er eigenlijk niks veranderd, dus dan gaan we maar weer terug naar Spawn. Maar nou, er moet nog echt enorm veel gebeuren in de server, jongens. En uh... oh, Johan heeft dit wel een Halloween stijl gemaakt of was het al zo? Volgens mij waren die pumpkins hier al. Nou, het zal wel. Even kijken. Eelbar. Uh... Wat de fuck? Nou, terug naar Spawn. Spawn, oké, okay. die sites moeten we ook nog overal en nergens gaan plaatsen, het is nog allemaal niet klaar, de server is echt nog niet in de 1.0 versie, we zitten nou ergens in de, nou laat het zo zeggen als de shop klaar is, zitten we in de 0.1, we zitten nou in de 0.0, en straks zitten we in de 0.1 als de shop klaar is, zeg maar, dus, uh, ja, waarom heb ik maar een half standbeeld, wat is dit, nee, maar er moet nog heel erg veel gebeuren, ook aan de tuinen en alles, er moet nog gefixt worden, en het is nog allemaal lang niet klaar, maar, eh, uh, kom gewoon op de server als je gewitelist bent. Het, eh, uh, is erg geinig hier. what the fuck? Knol! Van wie is die knol eigenlijk? Dat boeit me niet. Hij is nou van mij. tan 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 je kunt dus ook zonder lek op paden rijden, jongens. Dit is een server zonder lek, in principe. Dus, eh, uh, ja. Yeah. fuck, Waarom zijn die bootjes? <laughs> uh, hier heeft iemand een beetje last van onkruid. Nou, eens even kijken, oké. Okay. Maar ik werk dus wel hard aan uh, de server. Ik ga vanmiddag nog wat, uh, wat dingetjes doen en zo. Misschien met een uh, vriend van mij hangt het vanaf. Maar goed, eens even zien. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga op de knol zitten en dan ga ik jullie uh, bedanken voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je ook op deze server wilt. Vergeet niet om je Minecraft-naam met een reden waarom je op deze server zou moeten. Waarom zijn er allemaal bootjes? Nou, het zal wel. Hieronder in de beschrijving te zetten. Je maakt gewoon kans het. Uh, uh, het is niet uh, op spam gebaseerd dus je hoeft niet duizend keer je ding te spammen zet alsjeblieft alles in één berichtje dat maakt de kans groter dat je gekozen wordt als je tien berichtjes stuurt dan word je sowieso niet gekozen want dat, uh, gewoon als je één berichtje stuurt met je Minecraft naam en een reden daar kies ik mensen op. Ik kies niet mensen die in één berichtje zetten Hun Minecraft-naam, hun Skype-naam, hun dit, hun dat. Nee, dat doe ik allemaal niet. Ik, heb, ik vraag twee dingen van jullie: uh, Skype-naam mag je er ook bij zetten, die is niet verplicht. Maar ga er geen apart berichtje op sturen, jongens, want dan maak je geen kans meer. Ik ben er heel makkelijk in tegenwoordig. Eén berichtje met je Minecraft-naam en een reden waarom je in de server zou moeten. That's it. Heb je per ongeluk het berichtje verpest? Stuur dan niet een nieuwe. Verwijder het berichtje. Er staat een pijltje naast je, je, je comment. Verwijder het dan. Ik ben echt helemaal klaar dat het, dat het helemaal gespeld wordt. wat aangebouwd. Ik zie ook weer een zwart hoor. Geweldig. Waarom kom ik dit nu pas tegen op het eind van de surfertour? The fuck? Oh, dit is, wel, dit, is wel, dit is wel cool hier. Hier is iemand bezig geweest. Dat weet ik gewoon. Oh, A-Dutch Gamer. Oh, die was bezig met zijn nieuwe stad. Dat was ik zo. Oké, okay, koe met wol en alles. En Wat is dit dan? Wat is dit aan? Is dit voor palen of zo? Volgens mij wel. Maar goed, bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Abonneer even. En je kunt me natuurlijk even volgen op Twitter, EdsyleGamestre. 320 zie je alle serverinformatie en zo staan. Dus bedankt voor het kijken tot de volgende keer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Minecraft Server Tours. Dus ja, later mensen.